Humphrey Dundas, woordvoerder van vicepresident Ronnie Brunswijk, zegt dat er een aantal kandidaten zijn om zijn aftredende minister Albert Jubitana van Transport, Communicatie en Toerisme te vervangen. Het vraagstuk is al besproken binnen de gelederen van de ABOP. Als politieke partij ga je altijd een, ervoor zorgen dus dat in elk geval dat ministerie niet een, zo blijft zonder een leiding. Dus wat de opvolging betreft denk ik dus dat de partij daarop ook is voorbereid, goed voorbereid. Er zijn een aantal kandidaten. Er zijn een aantal kandidaten. Nee, ik ben niet de persoon dus die namen noemt van kandidaten, maar er zijn een aantal kandidaten. Begrijpt u? En sowieso gaan we daaruit moeten kiezen indien de minister zegt dat hij niet verder gaat. Maar nogmaals, de president die bepaalt ook. Dus het wacht eens even op beide heren. Dundas zei aan journalisten dat er geen spanningen zijn binnen de ABOP, zoals in de wandelgangen wordt gezegd. Jubitana maakte 2 weken geleden bekend zijn functie ter beschikking te stellen aan de president. Er zijn verschillende gesprekken geweest. U weet, wij als partij zijn voorstander van dat er gereshuffeld wordt. En dat heeft de partijvoorzitter en de vicepresident een paar keren duidelijk gemaakt. Er zijn gesprekken geweest met de ministers. Er zijn evaluatiemomenten ook geweest met de minister. Nogmaals, het zijn dus politieke ministers ook. Maar ze hebben daarnaast ook een staatsrechtelijke verantwoordelijkheid. En die valt dus onder de president. En daar moet er dus nog, zeker nog, overeenstemming zijn. Dundas geeft verder aan dat er momenten zijn geweest van evaluatie. Er zijn ook duidelijke modellen gepresenteerd voor een vervanging. De woordvoerder geeft aan dat president Santokki een politieke verantwoordelijkheid heeft, maar er gekeken wordt hoe het vraagstuk verder wordt afgehandeld tussen het staatshoofd en de ABOP-top.